Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015 Multiplayer. Mijn naam is Michael, ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met... Kevin! Yeah. Kevin, voor mij is de eerste keer dat hij meedeed, zei hij dat ook al. Nee, ik heb eerder meegedaan, maar dat is een andere map. Ja, maar dat doet hem niet. Oké. Nou Jeffrey, ga maar. Begint die lekker oogsten. Ik ga vast de suikerbieten rooier aanzetten. Ik hoop dat ik de goede pak. Het zijn altijd dezelfde. Ja, ik pak altijd de aardappel. Ja, waarschijnlijk pak ik nu ook de verkeerde. Welke band heb je? Ik ga lachen. Volgens mij is dat de aardappel. Ik heb geen idee. Zelf een aardappel. Volgens mij is dat een aardappel. Ja, die is van aardappel, sowieso. Is die van aardappel? Ja, dus. Ja, hij is van haar. Ik wil heel rustig weer terugrijden. Die is van de aardappel. Is altijd lastig te zien. Aardappelmicrofoons.nl. Ze dus moeten volgende keer iets erboven hangen dat de aardappel rooien, bieten rooien. Dan moeten ze erboven. Ja, dat moeten ze erop zetten of zo, zo'n logootje. Oh, wow. Er komt deze maand of volgende maand een nieuwe DLC uit met nieuwe aardappeloogsters. Ja, maar daar heb ik nieuwe DLC? Ja, nieuwe DLC. We mogen ze snel gaan doen, want in deze jaar wordt ook 2017 uitgebracht. Nou... Als gewoonlijk. Nou... Dat weet ik nog niet, hoor. Nou, dat betwijfel ik ook. Het zou officieel wel moeten, ja. Het zou moeten... ik weet niet waar wij naartoe gaan, hoor. Waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar. Jij gaat niet aan de kant. Ja, ik heb mijn weetoets gefixt, niet die hanker. Je weetoets... weetoets... Die ging in de stream bleef de hele tijd vasthangen. Vorige week. Dat is gewoon geinig, hoe jij vast loopt hangen. Nou, maar ik heb hem gefixt, ik heb hem eraf gehaald. Wat heb je er nou in plaats van de weetoets gedaan? Ik moet gewoon dat stokje... Dat gat in drukken. Ja, gewoon in dat gat moet je met je vinger drukken. Dat klinkt eigenlijk heel fout. Ja, dat klopt. Want je vinger zit in een gat en dan moet je drukken. Ja. Yeah. Gaat dat goed, Michael? Michael. Moet het trouwens naar de koeien of naar de biogas? Koeien. Oké. Of heb ik die al dichtgegooid? Nee, toch? I don't know, kijk wel. En anders moet hij naar de biogas. Maar voor mij hebben de koeien nog niet dichtgegooid, omdat er nog niet 100% zat. Volgens mij ga ik nog geen eens voorkomen bij dit veld. Denk het wel. Ik denk het niet. Ik weet er zeker van wel. Nee, wel, dat is niet. Want je rijdt heen en terug, je bent al over de helft. Ja, dat klopt. En je moet nog 2 rijden, dus je komt sowieso vol. Ja. Niet doen. Kutkind. Nou, deze is nog lekker bezig, dames en heren. Niet met de grootste ploeg, maar dat komt omdat of de cultivator, omdat we dat nog niet hebben. Deze is ook aan het oogsten. Deze is nog wel bijna klaar. En dan kun je wel binnenkort weer lekker gaan combinen. Wauw. Hey joh, niet beuken. Ja, wacht. Je internet. Weet hoe het loopt weer vast. Internet struggles zijn dat. Zo gisteren op het laatste geeft bij de stream. Geeft internet maar scheuren. Gisteren op het laatste bij de stream hadden we ook internetstruggles, toch Michael? Misschien ja. Ja, maar jij bent de host, dus dat merk je niet. Maar jij stond achter op mijn car en mijn car vloog ergens in de lucht en zo. En... Oh, dat. Ja. Dat was leuk. Ja, dat is tegenwoordig normaal. Ja. Dat zijn simulators. Simulators kunnen tegenwoordig ook niet meer realistisch zijn. Nee. Maar weet je wat ik vind? Dat is echt iets, dat heb ik toevallig vandaag bedacht. In de nieuwe farming moeten ze zoiets maken dat je in één wereld meerdere admins kan maken. En ook verschillende banken hebt, bankrekeningen enzovoort. Wel dezelfde shops, maar dat jij... Hey, zit vol. Ja, rijden. God, ik rij al de hele tijd langs. En dat... je op de map verschillende loonbedrijven hebt. Zodat jij bijvoorbeeld, ik, Kevin en Jeffrey hebben een loonbedrijf. Net als je het gewoon in Nederland hebt. Je hebt heel veel verschillende loonbedrijven en een paar weilanden. En bijvoorbeeld
Jij koopt Weiland 23 en 28. Maar dat ze in ieder geval, zeg maar, verschillende bedrijven maken. Ja. Ja, en dat die ook allemaal hun eigen voertuig hebben. Ja. Maar dat is echt iets wat ze moeten doen. Ja, ik vind ook dat ze nog steeds modder toe moeten voegen. Ze hebben al een grote stap gemaakt, maar ik wil gewoon dat als het regent dat je vast kan komen te zitten en zo op je weiland. Dat gaan ze 3 keer niet doen, want dat is te zwaar. En dan moet je hem op hard mode zetten ofzo. Ik ga er gewoon een mod voor ontwikkelen. Dat bestaat al. Echt? Real terrain mod. Maar ik vind, dat is echt iets wat ze moeten veranderen. Daardoor kan je multiplayer ook veel leuker maken. Ja. Je hebt gejoint een server. Nou, je ziet een lijst met hoeveel loon je per uur krijgt. Ik zeg maar wat. Bij de ene 2 euro, bij de ander 6 euro. Nou, dan weet je het al wel. Maar de 6 euro zit vol, dus je moet wel bij de 2 euro. Maar je hebt ook nog een 3 euro. Nou, dan ga je bij de 3 euro. Nou, ga je bij dat bedrijf. Nou, leuk. En dan ga je gewoon lekker loonwerk spelen. Maar ja, je hebt dan verschillende bedrijven en ook concurrenten. En op een gegeven moment, hetgene bedrijf dat snelst groeit, die koopt natuurlijk de meeste weilanden. Hier zitten dan wel 41 weilanden in. Maar alsnog, bedoel, als jij lekker snel groeit, lekker veel geld verdient, dan kan je heel veel weilanden kopen en die ander krijgt dan niks. Maar ja, die gaat dan bijvoorbeeld weer bosbouw doen, weet je wel, en zoiets. Dat is een beetje mijn idee. Dat lijkt me echt vet als ze dat gaan doen. Ja, mee eens. We zijn klaar. Even kijken of we nog meer ergens... Nou, de koeien is trouwens nog open, maar die koeien die moeten we even vol krijgen ofzo. Want die is nu op 90%. En ik ben nu gestart met het leger. Ja, Jeffrey, je mag hem inklappen, want het is op. Er is niks meer qua maïs. Toen nog weer even weiland. Welke? Michael, de koeien zitten voor 96, 97, 98% vol. Ik kom het laatste beetje en dan zit hij vol. Ja. Ik heb nog nooit dat ding bij de koeien 100% gehad. Maar ik ook niet. Zal ik het dan aan gaan rijden? Samen. Flinke hoop hoor. Ja. Ik kan een heel vet trucje. Als je een auto hebt, kan je hier fucking ver en hoog springen. Oké, hij is vol. Even een beetje aanrijden. Jump. Waarom rij je nou? Welk wou jumpen? Je ziet me toch aankomen? Nee, sorry. Ik ben blind. Nou, mijn ogen open doen. Nee, ik zeg dat ik blind ben. Ik heb mijn ogen niet dicht. Ik ben blind. Het is namelijk een groene tractor waar ik in rijd. Echt niet. Ik ben kleurenblind. Ja, gaat die weer. Dat is een handig. Ik rij echt niet over de helft hoor. Nee, ik ook niet. Jawel. Sorry, maar ik word spijt. Het niet lief. Ik ben gewoon scheef. Jij ook. Oh. Kaart los. Oh nee. Ah, hij zat geen 100 meer. Persen, Michael, persen. Hij is bijna. Persen. Krijg het van elkaar. Dat klonk eigenlijk wel heel raar wat jij zei. Oh, Michael, help me, ik zit vast. Hard voor je. Oké, dankjewel. Volgens mij mogen jullie snel naar de Pieter rooien. Ja, Michael, maak het nog even. Waarom rij je jezelf nou op z'n kop, jongen? Ik kan er toch niks aan doen. Nee, ik kan er niks aan doen. Ik ga je ook niet eens helpen. Weet je, ik laat hem dan ook gewoon liggen. Ja, dan kan je lekker niks aan doen. Ga gewoon resetten of zo. Oh ja, dat kan ik natuurlijk ook. Ah, ja. Nee, maar ik dacht dat alleen jij dat kon. Sorry. Ja, dat zou ik ook denken. Ik wil lui. Oh ja, je kan trouwens deze zorg ook nog in... Of zal ik het bij de biogas gooien? Nee, ik gooi het al hier niet. Daarom hebben we die Bjornholm Stereo Storage add-on geval. Ja, heel chill. Suikerbieten toch? Ja. Oké. Ja, maar nou heb je hier nog een kar laten staan. Dat komt lekker handig van je. Ik heb hier een nieuwe.
Ja, ook. Maar zo wordt het overal een bende als je het overal neergooit. Ja, ik reset hem zo voor je, maar ik ga eerst een suikerbiet ding leegmaken. Waarom gaat hij nou niet lossen? Oh, lossen. Hoppatee. Wat voor een is dat? Wat waar? Welke kar is het? Ik heb die groene. Nee, die grasophaler. Zo'n strooiwagen. Strooiwagen? Ik ga geen zout strooien. Nee, zo'n grasophaal / meststrooiding. Ja, geen meststrooiding. Jawel, daar kan je serieus kunstmest. Nee, kan je geen kunstmest mee strooien. Nee, moet ik dan ook niet. Klopt. Ja, maar dat wisten we. Dat stiekem niet. Oh, jawel. Jij denkt, wij weten meer dan jij denkt. Oké. Michael, moet ik ze in de opslag gooien? Yep. Tot er een high demand komt, dan gaan we weer verkopen. High demand? Mand. Ah. Hebben we eigenlijk nog andere dingen gezaaid? Tarwe. Ja. Oké. Dan kan ik ook even aardappels gaan oogsten. Mijn moeder wordt hier niet geaccepteerd. Wauw. Ik weet niet hoe jij het leest, maar er staat gewoon wat anders. Ja, hoop staat, ik voor je. Er staat aardappelen worden hier niet geaccepteerd. Ik bedoel, suikerpieten worden hier dus niet geaccepteerd. Dus jij noemt je moeder aardappels. Zoiets. Dus jouw moeder is een aardappel. Moeder van Kevin, die wordt een aardappel genoemd. Ze kijkt. Ik wist dat ze mijn video's kijkt. Iedereen weet het. Ja. Iedereen weet het, dat mensen mijn video's kijken. Stiekem niet. Echt wel. Niemand kijkt jouw video's. Echt wel. Nee, meer mensen dan jouw video's kijken hoor. Ja, klopt. Dat geef ik toe. Maar dat is ook gewoon zo. Ja. Zaden. Ik heb ook zaden. Zagbi. Gelukkig Ahmed. Nee, Zagbi. En jullie helemaal hebben feest. Het is feest, dus we gaan lekker feesten. You're the best around. Oh, ik denk dat ik binnenkort ook maar weer eens een keer bosbouw ga doen. Gewoon kleine bosjes kappen. Ik bedoel, het bos dat daar waar we nu mee bezig zijn is zo ontiegelijk groot. Al het bos moet weg uit deze map. Dat was mijn project ook. Dus het is op zich, de heuvel bij de boerderij is redelijk leeg. Aan de linkerkant dan. De heuvel is leeg, ja. Alleen degene onderaan de heuvel helaas nog niet. Nope. Want daar er is echt zo ontiegelijk veel. Sommige kijkers zullen er ook nieuw bijgekomen zijn, hebben dat nooit gezien, dus ik zal het dus even laten zien. Een stukje. Kijk, dames en heren. Als wij hierin rijden, dan denken jullie van normaal hoort hier een heel bos te staan. Dat zeg je goed, normaal wel, maar er staat gewoon niks meer. Er staat hier helemaal geen initiatiefels. Nee. Dus dat is hartstikke mooi. Daar hebben wij veel tijd en energie in gestoken. Nou, jij niet, nee. Maar wie heb dat toen gedaan? Ik en Rick. Vooral Rick heb veel meegedaan. En Pieter en Ruben. Ruben eigenlijk maar één keer. En Kevin. Kevin heeft heel veel meegedaan. Nou, is die map al zo oud? Ja. Ik heb nog nooit een andere Kevin gesproken. Daarom. En ik zit nu al een jaar geleden of zoiets. Mhm. Ja, ik heb zo'n spijt van dat ik Kevin geaccepteerd heb. Echt. Oké. Maar. Ik ben alleen maar abonnees kwijtgeraakt op die jongen. Ja. Jens. Alleen die Jens die is ook niet meer bij mij hoor. Dus, welke Jens? Jens Kong dinges. Die waarvan jij zei dat hij altijd bij jou was, maar nu bij mij. Die is bij mij ook niet meer. Accu Octavis.
Ja, zoiets, ja. Die gast die bij jou weg was gegaan, waar jij heel de tijd over zat te klagen, die is ook niet meer bij mij. Oké. Okay. Nu kunnen we samen gaan huilen dat we abonnees kwijt zijn. Ja, maar ja. Waarom zou je erom huilen? Omdat het een heel dierbaar iemand was. Ja, als die zomaar weggaat, is het niet zo dierbaar iemand. Nee, het klopt. Het was toch niet. Ik heb al een paar kijkers die ik wel weet die, heel, die echt altijd kijken. Dat vind ik echt awesome. Noem namen. Nee. Cedric Ent in de Belg. Ja, ja, onder andere. Dat is gewoon een feit. Hij kijkt alles. Maakt niet uit wat je voor zijn neus zet, hij kijkt het. Ja. Ook al zie ik de laatste tijd toch wat minder bij mij, maar hij is gewoon te laat bij mijn streams. Ja, bij mij is hij altijd... Ah, hij komt meestal op Hitbox. Bij mij is hij ook altijd te laat. Mm-hmm. En bij video's reageert hij pas als de video's een week op de video's staan. Maar ja, het is niet erg. Maakt niet uit. Op de video's? Ja, hij reageert pas op de video's als ze een week online staan. Oh! Kevin kan ook Nederlands praten. Ja, toch. Ja, toch. Toch, wolla, wolla, wolla. Wolla reactie, toch? Nee. Weet ik niet. Waarom staat er een oogstmachine bovenop de ding? Die is dat aardappel, dat suikerbietenveld aan het fertilizen. Ik. Okay. Waarom gebeurt er zoveel? Maar eigenlijk ook niks. Waar is de vrachtwagen? Die staat bij mij. Bij mij? Ja, maar die had ik nodig omdat ik suikerbieten aardappels dingen. Ja, jij hebt een interne. Jij hebt een interne bak heen, dat ding. Nee. Die ga je echt niet even twee tellen vol krijgen. Die is net zo vol als die vrachtwagen. Ja. Nu ben ik weer te laat. Want die ene trekker die heb ik net gevuld met suikerbieten. Helemaal 100%. Komt best veel uit zo'n oogstmachine, hè, als die 100% zit. Ligt aan welke je hebt? Heb je die allereerst in Nieuw-Holland? Nee, ik heb het over die jij hebt. Of die aardappeldingen. En de suikerbieten. Er zit fucking veel in. Ja, die zit. Ik heb zo'n mod waarbij dat die bek breder is. Zit die nog sneller vol? Dan zit die nog sneller vol, maar er gaat ook 10 keer zoveel in. Ja. Dan moet ik heb 2 vrachtwagens nodig om hem helemaal leeg te halen. Dat is echt eigenlijk te veel. Inderdaad. Waarom zit jij hierin? Dat kan. Wat moet ik dan doen? Heel veel. Oh my god, iemand heeft de fertilizer. Oh nee, dat is zonde. Hij staat zelfs nog aan. Aha. Kom dan. Ik krijg hem niet van High Worker af. Kom nou. Dat kan jij ook niet. Waarom heb je dat uitgezet? Omdat jullie dan de hele tijd hier wil gaan gebruiken. En dat wil ik niet. Het kost me. We zijn Willem niet, hè? Help, er komt 700 kilogram super op mij af. Wie had nou die oogstmachine erbovenop gezet? Welke oogstmachine? Kevin, natuurlijk weer. Oh, die. Ja, dus. Kan die, die Lieber, kan die een kar trekken? Nee. Ja, dat kan die wel, maar dan moet je een goede kar hebben. Ja, inderdaad, moet je een andere kar hebben. Nee, ik denk anders dan heb ik een aardappelkar gevonden. Ik hoop dat er volgend jaar ook veel meer bosbouwen dingen komen. Ik hoop het eigenlijk niet. Nu wel. Ik wil meer land, ik wil wortels.
Jongen, suikerbieten, aardappels, dat doet ook bijna niemand. Laat staan wortels. Ik wel. Ja, jij, maar jij bent gewoon gek in kop. Een hele andere reden. Of ze moeten, heet dat, druiven. Druivenpomen. Ja, dat is wel, dat is echt totaal iets anders. Dat werkt ook heel anders. Zo grappig. Ja, dan heb je zo'n hele fucking hoge tractor en zo. En dan rijdt hij over de pand heen. Dat moet ze toevoegen. Druiven. Je bent er zelf een druif. Oh. En ik wil sla. Oh nee. Sla maar ik druiven lijkt me serieus wel vet. Je bent zelf een druif. Ja, oké, dankjewel. Oh, dit is wel een beetje heel klein, Michael. Hoppee. Oh, verkeerde kant de berg af. Terug omhoog. Waar is die bietenrooier gebleven? Die is van het hoogste. Ja, maar ik zoek waar het veld is. Nou, achter je. Ja, maar kijk, ik ga het hierbij houden voor vandaag, denk ik. Dus kijk voor het overkijken naar deze aflevering. Vergeet je zoals altijd een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe video. Dus kijk bedankt voor het kijken, nogmaals. En ik check jullie de volgende keer weer terug. Dus tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later. Later.